We kennen natuurlijk allemaal Agenda 2030. We hebben allemaal meneer Swaap horen zeggen: we have penetrated the governments. What we are very proud of now is that we penetrate the cabinets. Het is natuurlijk doorgedreven op talloze dingen. Waar mensen van zeggen: van, wat krijgen we nou? Geen verschil tussen een man en een vrouw. Onze AOW'ers die hebben €750 per maand. En vluchtelingen die nog nooit bijgedragen hebben aan het sociale systeem. Die worden in een cruiseschip in Amsterdam gezet. En krijgen 3 keer per dag cruiseschip eten voorgeschoteld. Ja, en zo zijn er talloze dingen. De boeren, het klimaat, de massa-immigratie, het extreem feminisme. Is Nederland niet gewoon opgegeven als land? Moet je niet gewoon zeggen van, ze bouwen hier die tri-state maar, ze doen maar aan die omvolking. Jongen, we houden toch niet tegen, laat ze maar gaan. Wij gaan weg. Voorafgaand wil je aangeven dat jij niet gaat vertrekken uit Nederland, ondanks dat jij heel goed weet hoe de hazen lopen. Vertel eens. Ja, Pim, zonder strijd geen overwinning. Welkom, dames en heren, bij deze alweer 33e aflevering van de videopodcast Een Goed Gesprek bij de Springplank voor Vertrek. We zijn terug van vakantie. Afgelopen weken hebben we een aantal Springplank specials laten zien. Onder andere vorige week over The Gathering of the Tribe. Als je het niet hebt gekeken, kijk daarnaar. Prachtige, ontroerende animatie. Deze week gaan we praten met Peter Baars. Peter, welkom. Dankjewel, Pim. Nice to be here. Ja, we kennen jou, of de meeste mensen kunnen jou kennen van jouw eigen podcast, De Gulden Middenweg. Waarin jij, denk ik, een hele mooie blijk geeft van het kennen van de problematiek van de wereld. Waarin we nu terecht zijn gekomen en waarin we ons nu verkeren. Ik kijk er graag naar, dus ik kan ook zeker iedereen aanraden naar te kijken. Ik heb je ook uitgenodigd om vandaag aan te geven van, ja, waar staan we nu eigenlijk als land of in de wereld? Wat is jouw blik? Maar ook waar gaan we naartoe? En wat zou je mensen adviseren om wel of niet te doen? Maar voorafgaand wil je aangeven dat jij niet gaat vertrekken uit Nederland, ondanks dat jij heel goed weet hoe de hazen lopen. Vertel eens. Nou, waar moet ik beginnen? Kijk, Nederland is goed voor mij geweest. Nederland heeft een opleiding voor mij verzorgd. Nederland heeft mij een mooi lyceum, een geweldig lyceum bezorgd. Dus ik vind ook dat ik een plicht heb in de richting van de Nederlandse staat. Ik ben dienstplichtig militair geworden. Ik ben op de School voor Reserveofficieren Artillerie terechtgekomen. Daarna ben ik bij het Korps Schelerijers gekomen. Daar heb ik een eed afgelegd als officier, als jong officier, als jong reserveofficier. En daarna ben ik parater gegaan bij de Schelerijers. Daarna heb ik nog cursussen gedaan en ben opgeklommen tot de rang van kapitein bij de artillerie. En toen was het gedaan met de dienstplicht en toen is dat dus afgelopen. Maar op die manier heb ik dus ook een bijdrage geleverd. Hè, want in die jaren dat ik in dienst ging, in de 80 jaren, toen was er echt een mogelijke dreiging van de USSR. Ik heb daar met mijn wapengenoten, mijn wapenbroeders, heb ik daar in de Salzwedeler Bogen tegen de Oost-Duitse grens aangelopen. Dus ik vind, om dat even in een breder perspectief te trekken, ik vind dat mensen zoals ik, laat ik zeggen, de intelligentia, de ondernemers, de mensen die wat meer verder ontwikkeld zijn, dat die een soort plicht hebben om in Nederland te blijven. En om Nederland te ondersteunen, nu er een ontzettend moeilijke tijd is, want ik ben ervan overtuigd dat de dreiging die wij nu hebben niet vanuit Rusland komt, maar dat de dreiging komt vanuit het WEF, woke, de penetration of the governments, zoals meneer Klaus Schwab dat zegt, dat het werkelijke gevaar voor Nederland is. Omdat dreigt dat Nederland in een soort, ja, in een soort controlestaat, in een soort politiestaat gaat te veranderen. En dan kan je natuurlijk,
Ja. Wat kun je dan in Nederland, of wat kan men dan doen in Nederland, wat je niet vanuit het buitenland kan doen? Nou ja, je kan natuurlijk het voorbeeld geven door op demonstraties en bijeenkomsten aanwezig te zijn, mensen te inspireren, mensen leidingen te geven. Hè? Want ja, ook die ondernemers, die zijn over het algemeen zijn die niet in hun eentje, maar die geven leiding aan een team, aan een team van mensen, hè? Die zijn gerespecteerd door hun mensen. En ja, dat moet je. Ik zie het als een soort de ondernemers als een soort officieren binnen een leger. En die mensen die moeten er zijn en die moeten voorgaan in de strijd. En dan kan je natuurlijk wel denken, ja, ik ga mijn vege lijf ga ik redden doordat ik in Paraguay of weet ik waar op de wereld ga wonen en dan ben ik veilig. Ik heb daar ook in mijn praktijk foute beslissingen van gezien bij mensen. Hè. Er zijn natuurlijk veel vermogende Nederlanders die zijn verhuisd naar België. En ja, dat is uiteindelijk in een behoorlijk aantal gevallen is dat toch op een debakel uitgelopen. En en dan zie je, daar is nog niet eens het taalprobleem. Hè. Maar stel je voor dat je in een Spaanstalig land komt of je komt in Hongarije terecht. Nou, ik heb 10 jaar lang in Hongarije verbleven. Ik ken 2 woorden en verder is dat die taal is gewoon niet te leren voor een westerling. Dus ik noem maar iets, hè, maar ook als je te maken krijgt met de bureaucratie, dat zie je in Italië, zie je dat ook. Als je hier iets voor elkaar moet krijgen, dan krijg je brieven toegezonden. Die kan Google Translate niet eens vertalen, omdat hier een filosofisch wollige taal gesproken wordt. Nou, ziekenhuizen, mensen die willen dan toch weer terug naar Nederlandse ziekenhuizen om hier geopereerd te worden, et cetera. Dus het is, als je natuurlijk jong en gezond bent en je bent 30 jaar en je hebt de hele wereld ligt aan je voeten, dan is dat makkelijk om te zeggen, nou, ik ga eens even lekker 10 jaar in Ecuador of in Guatemala ga ik wonen. Maar als je wat ouder bent, weet het niet. En als de wereld even werkt, voor de... Even voor de kijkers, hè. Je zegt hier, je bent nu in Italië. Ja. Daar ben jij gedeeltelijk woonachtig? Daar ben ik gedeeltelijk woonachtig. En in het vorige gesprek gaf je aan hoe prettig het is, omdat je daar veel minder straling ervaart. En ja. Dat het een hele andere manier van leven is, toch? Ja, dat klopt, ja. Nou, dat komt omdat ik in een bergdorp zit waar de verbindingen minimaal zijn. Ik heb, zeggen en schrijven, nu 2 streepjes verbinding op het modem van mijn telefoon. Dus er is gewoon veel en veel minder straling. En dat ga je echt voelen. Als ik na verloop van tijd terugkom in Nederland en ik rijd langs Zoetermeer, langs al die hoogspanningsinstallaties en vervolgens al die palen die ik dan langs de Duitse autobahnen gehad heb, want die staan echt om de 2 kilometer is er aan de ene kant of de andere kant van de weg is er 1. Zijn allemaal nieuw geïnstalleerd in de tijd dat de lockdowns waren, trouwens. En dan voel je gewoon, ja, ik kan het niet omschrijven. Ik heb hier ook niet een vakantiegevoel, want dat is voor mij geen vakantie. Ik ben hier ook aan het werk voor mijn klanten. Maar het is gewoon, ja, het is gewoon anders. En natuurlijk is het leven ook anders. Het is hier niet om 6 uur 's avonds eten. En er zijn natuurlijk allerlei verschillen. En ja, als je van de natuur houdt. Weet je, als ik alleen wil zijn in een bos, dan moet ik vanuit Den Haag moet ik tenminste 1 uur moet ik rijden in de auto voordat ik ergens kan gaan zitten dat ik alleen ben en dat ik niemand tegenkom. Dat er niemand met een hond voorbij komt. Hier loop ik 2 minuten het bos in en dan zie ik niemand. Ja, dus eigenlijk begrijpen we die mensen wel die zeggen we vertrekken uit Nederland. Ja, nee, dat begrijp ik ook. Dat begrijp ik ook heel goed. Natuurlijk, iedereen die probeert zijn eigen lot te verbeteren en zeker te stellen. Maar ik vind ook. Is het niet gewoon, is Nederland niet gewoon opgegeven als land? Moet je niet gewoon zeggen van ze bouwen hier die tri-state maar. Ze doen maar aan die omvolking. Jongen, we houden toch niet tegen. Laat ze maar gaan. Wij gaan weg. Ja, Pim, zonder strijd geen overwinning. En je ziet dat er steeds meer mensen. Kijk, het is begonnen met COVID, maar het is natuurlijk doorgedreven op talloze dingen. Waar mensen van zeggen: wat krijgen we nou? Geen verschil tussen een man en een vrouw. Wat krijgen we nou? Onze AOW'ers die hebben €750 per maand. En vluchtelingen die nog nooit bijgedragen hebben aan het sociale systeem. Die worden in een cruiseschip in Amsterdam gezet. En krijgen 3 keer per dag cruiseschip eten voorgeschoteld. Ja, en zo zijn er talloze dingen. De boeren, het klimaat, de massa-immigratie, het extreem feminisme.
Ik heb afbeeldingen gezien van een kennel parade afgelopen zaterdag. Ja. Waar volwassen mannen met hondenmaskers om hun gezicht rondliepen. Ja. Dat ik denk van, wat heb je hier nog te zoeken in zo'n land? Vol met straling, vol met omvolking, met tekort, met dergelijke activiteiten. Ga weg, laat ze het uitzoeken hier. Je begrijpt die mensen toch wel. En als je dan toch iets wil doen, jij maakt podcast, ik maak podcast. Dat het bereiken van de mensen, dat kan ook op dergelijke manieren. Ik heb niet het idee dat je hier, door hier te zijn in Nederland, ook maar wat voor extra toegevoegde waarde kan brengen dan dat je zou kunnen vanuit een ander land. Nee, maar je moet je goed realiseren. Dat is misschien een beetje een esoterisch verhaal. Je bent niet voor niks in Nederland geboren. In mijn levensbeschouwing is het zo dat jouw ziel gekozen heeft voor het verschijnen op aarde tussen die twee ouders zelfs. Dus je bent niet uit random bij je in Nederland terechtgekomen. Je hebt een taak te verrichten in Nederland. Ja, en, ja, ja dat kan, maar dat kan toch ook vanuit een ander land, hè? Oh ja, kijk, een goed officier die gaat zijn manschappen voor. Die kan niet in de achterhoede gaan zitten en zeggen van... ja, jongens, vooruit, val aan, ik dek de achterhoede. Dat gaat niet. Het moet juist de ondernemers die in Nederland zijn en die geld hebben, die moeten ervoor zorgen en die moeten ook nadenken van, ik kan wel naar, weet ik, maar daar ga ik andere problemen ga ik tegen het lijf lopen. Dat geef ik je op een briefje. En dat is niet zo makkelijk. En er zijn een heleboel vrouwen die zijn ook, tenminste in mijn generatie, die zijn gewend om boodschapjes te doen in die winkeltjes en daar... En dan ga je vervolgens krijg je de vraag, goed, dat echtpaar dat gaat. En wat gaat er dan met de kinderen gebeuren? Gaan die ook mee, waar de man advocaat in Amsterdam is en de vrouw bij een farmaceutische industrie werkt? Gaan die ook mee? En de kleinkinderen, gaan die ook mee? Dus voordat je het voor elkaar hebt, dan ben je met 15 of 20 man ben je onderweg. Want als je die... Wat heeft nou voor zin dat jij dan gered bent en je kinderen die blijven in die put zitten? Dat doen ouders niet. Ja, oké. En dat doen grootouders doen dat ook niet. Tenminste, in mijn... Goed, ik weet ook wel dat er heel veel praktische hobbels liggen om wel of niet te gaan. Maar jij hebt het opgegeven. Jij denkt niet meer dat Nederland te redden is. Nou, ik heb zelf een huis in Spanje gekocht. Ik wil ook een project gaan maken in Spanje. Een resort voor wakkere ondernemers. Ik ben nu bezig met een stuk grond van 100.000 vierkante meter. Ik ga kijken of ik dat kan kopen, om daar dingen op te ontwikkelen. En kijk, ik ben hier geboren in Nederland. Maar ik zie mijn taak ook om dan die mensen voor te gaan. Misschien wel naar een ander land om ze hier uit weg te leiden. Zo kan je het ook zien. Ja. Jezus ging ook. Er ging ook een hele bevolking uit Egypte naar Israël terug. Ja. Mozes was dat toch? Ja, was Mozes, ja. Ja. En zo was hij de berg op gegaan. Had hij de geboden van God ontvangen. Komt hij naar beneden, staat dat tuig weer om dat gouden kalf te dansen. Ja. Ja, dus zeg het maar, wat is je taak? Wat is je zielsmissie als mens? Ja. Ik kijk naar Nederland, ik zie allerlei dingen gebeuren. Hè? Of je nu vandaag weer in de krant leest over de ZZP'ers die allemaal massaal worden aangepakt. Alle ministeries die ZZP'ers ontslaan. Alle bedrijven die afscheid nemen. Huizen tekorten, omvolking. Noem het maar op. Maar zeg eens, denk je... Op geen enkel terrein wel goed. Denk je dat er een plan achter zit? Nou, vertel mij maar. Waar zijn we terechtgekomen, Peter? Wat zit hierachter? Nou, kijk, we kennen natuurlijk allemaal Agenda 2030. En we hebben allemaal meneer Swaap horen zeggen... We have penetrated the governments. En we hebben allemaal op de website hebben dat grote woordwiel gezien dat ontwikkeld is door McKinsey, waar een terabyte aan informatie achter zit. Pardon, als je een van die woorden aanklikt, dan kom je bij een andere wiel, enzovoort, enzovoort.
En als je nou de filmpjes van Yuri Besmenov ziet, dat is een soort stokpaardje van mij geworden, dan zie je dus hoe USSR, niet Rusland nu, maar de USSR toen, probeerde om een land kapot te maken. En dat voltrok zich in 4 fases. En dat heet dus eigenlijk ideological subversion, ideologische ondermijning. En dat gaat via het onderwijs en dat gaat via het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen. Dat gaat het tegen elkaar opzetten van mannen en vrouwen. Het is natuurlijk één grote verdeel- en heerssituatie waar we in zitten. Extreem feminisme is gewoon mannen tegen vrouwen opzetten. Ik zag laatst een post met een tekst van meneer Rockefeller. Die zei, onder het mom van feminisme hebben we één heel goed ding voor elkaar gekregen. Al die vrouwen die wilden plotsklaps uit hoofden van het feminisme wilden ze aan het werk. En dat had tot gevolg dat we ineens niet meer de helft van de bevolking met loonbelasting konden belasten, maar de hele bevolking. Ja. Dus ja, we zijn aangeland bij in een situatie waarin een kleine groep die een hele lange voorbereiding heeft. Ik zie dat er 1% is die trekt aan de touwtjes. Dat zijn de plannenmakers en de dradentrekkers. Die zijn voor de grote massa zijn die onbekend. Daar heeft men wel eens van gehoord, maar wie dat echt zijn, dat weet de grote massa niet. Dan is er daaronder zijn er 4% trawanten die meewerken. En dan zijn er 5% mensen zoals wij, die proberen de massa die daar verder onder zit, om die te laten ontwaken. En die 4% die probeert ons, de 5%, te beletten om die massa die eronder zit te laten ontwaken. Zo zit het ongeveer in elkaar. Dus er zijn mensen die, jij hebt nu gezien bij het Robert Koch Instituut en de informatie die uit Oostenrijk gekomen is over de jabs. Zinloze lockdowns, zinloze mondkapjes, zinloos 1,5 meter. Ik ga omwille van dit YouTube kanaal maar even niet verder met de opmerkingen. Er zijn dus mensen die hebben in Nederland, hebben ze daar willens en wetens, hebben ze daaraan meegewerkt, terwijl ze wisten en op de hoogte waren van het feit dat. Dat zijn dus de 4% de trawanten. Ja, en daarboven zitten mensen die hebben dat uitgedacht achter een tekentafel in Davos. Of in Miami of in Aspen, waar ze bij elkaar komen. In Bohemian Grove of bij de Bilderberg hebben ze dat bedacht. Daar is geen democratisch gehalte, maar dan ook geen graad democratie zit er aan vast. En die hebben even besloten hoe de wereld nu veranderd gaat worden en hoe jij en ik gaan leven. Ik dacht het niet, Pim. Ik dacht het niet. En vergis je niet, er zijn een heleboel mensen in Holland. Weet jij wie die top is die daar helemaal bovenaan staat? Ja, natuurlijk weet ik dat. Natuurlijk weet ik dat. En wie zijn dat? Nou ja, dan moet je maar eens kijken naar de namen van de CEO's van het farmakartel. En de namen van de CEO's van het finance kartel. En de namen van het big tech kartel en van de platformse kartels. Het is niet zo ingewikkeld om dat te bekijken. Ja, oké. Okay. Ja, en waar staan we nu als wereld? Dat zijn dus mensen als Larry Fink. Wat nu een van de, er is een conglomeraat ontstaan in finance, dus in een vermogensbeheer van BlackRock met het Aladdin-systeem. En dat Aladdin-systeem dat werkt overigens voor de meeste regeringen in de wereld, de grote pensioenfondsen en noem het allemaal op. Dus er is een conglomeraat ontstaan uit de finance, vermogensbeheer en tech. Dus Microsoft en Google en al die platforms die informatie over mensen verzamelen. Ja. Snap je? En dat is de grootste machtsconcentratie die er is. Dus ik hoor ook wel eens mensen zeggen, ja, Amerika gaat en onder, die empire. Ja, die empire, de staat. Maar er is iets fascistisch voor teruggekomen. En dat is het systeem waarin de corporaties, de grote corporaties, met een aantal biljonairs de macht uitmaken. En dat zie je in Amerika, zie je dat natuurlijk ook. Er is een donorklasse ontstaan. En het ironische daar is dat de Amerikaanse belastingbetaler, gewoon John en Mary in de street, in Main Street, die betalen belasting van een inkomen als automonteur of als bouwvakker. En dat belastinggeld er gaat voor grote bedragen, miljarden tegelijk gaat het in de richting van Israël. Israël die stopt dat voor een gedeelte in AIPAC.
in een lobbyistenorganisatie. En dat IPEC dat gaat terug naar Amerika en koopt daar de congresleden mee om. Je zegt dus gewoon... Peter, ik wil even onderbreken. Je hebt Israël. Hè? Er is op dit moment is er om Israël, niet alleen op dit moment, maar heel lange tijd, is er veel te doen. Wat maakt Israël nou zo'n belangrijke plek in de wereld? Heb je twee dagen? Ik parkeer dit onderwerp eventjes. Ik parkeer hem eventjes. Ja, hè, want ik denk dat we dit onderwerp aardig nu hebben geschetst en hebben neergezet. Er is iets anders wat dreigt, wat ik ook even met je wil bespreken. Dat is in mijn ogen de invoering van de CBDC. Ja. Ja. En waar in mijn ogen ook veel te lichtvoetig over wordt gedacht en veel te weinig aandacht aan wordt besteed. Wat vind jij daarvan? Nou, je hebt er volkomen gelijk in. Kijk, het geldsysteem zoals het is, dat is zo ver gecorrumpeerd dat kapotter gaat. Er is zoveel bijgedrukt, er zijn zoveel derivaten, niemand weet hoeveel derivaten, er is zo'n enorm risico, dat gaat een keer kapot. 35.000 miljard staatsschuld in Amerika. Nou, dus dat gaat vallen. Nou, de hele beheersing van de grote massa, die is gebaseerd in eerste instantie op het financiële systeem, op het kartel. En dat is met name het geval door de rente die berekend wordt. Nou, ik hoef jou dat niet te vertellen. Als je een reeksje samengestelde interest krijgt, hoe snel iets verdubbelt, verdriedubbelt, et cetera, et cetera. Daar is dat op gebaseerd. En nu valt dat in elkaar. Dus nu zijn de mensen die touwtjes in hun handen hadden, die denken van ja, hoe moeten we dat nou in hemelsnaam voor elkaar krijgen? Nou, het is natuurlijk simpel. Dat is in de geschiedenis van de Amerikaanse dollar al een paar keer gebeurd. Dat er een dollar gevallen is en een nieuwe dollar is ingevoerd. Maar nu dachten ze, weet je wat we doen? We maken er nog iets extra's bij. We gaan het namelijk programmeerbaar maken. Ja, dus we gaan bepalen wat jij met jouw CBDC's kan doen. Waar je kan kopen, van wie je kunt kopen, wat je kunt kopen, tot wanneer je kunt kopen. Ik noem het wel eens digitale voedselbonnen. Ja, precies, dat is het ook. Je kunt ook geen vermogen meer cumuleren, dus dat is een pure communistische gedachte. Want het is net als met een kaartje van de telefoon, als jij het niet gebruikt hebt voor die en die datum, vervalt het. Dus het is natuurlijk ook de stimulering van consumentengedrag. Hè? Want ja, mensen denken dan van, nou ja, laat ik het maar opmaken. Wat hebben we nog niet? We hebben nu al 3 koffiezetapparaten. Laten we maar een vierde kopen. Want anders vervalt het geld. Weet je, dus het is een puur controlesysteem. En het wordt ons gepresenteerd als veilig geld. Weet je, dus het wordt de centrale banken gaan het uitgeven. Nou, daar komt een heel groot artikel van meneer Klaas Klomp in 2 pagina's. Ik dacht dat het de Volkskrant was, waarin hij uitlegde dat de Nederlandse banken geen dividend aan de staat kan uitkeren. Dat er een heel groot verlies van miljarden geleden is. En dat als de rentes zo blijven zoals ze nu zijn, dat er nog maar 11 miljard aan vermogen aanwezig is in de Nederlandse bank om de eventuele verliezen te kunnen dragen. Dus hoe bedoel je veilig geld? Ook de Nederlandse bank kan dus kennelijk in staat van faillissement raken. En 11 miljard is nou niet zo'n enorme vermogen. Misschien dat de Rabobank wel meer dan 11 miljard vermogen heeft. Ik weet niet of jij dat uit je hoofd weet. Ik spreek veel mensen en die bereiden zich voor op een implosie van het financiële systeem. Ja. En dan heb je 2 groepen. Je hebt de groep van de gold bugs, van de mensen die in goud geloven. En je hebt de mensen die in de crypto en in de bitcoin wereld geloven. Heb je ook wel mensen die in beide geloven. Hoe zie jij dat? Als je het hebt over edelmetalen aan de ene kant of crypto bitcoin aan de andere kant. Ik denk dat het beste is om 2 koeien en 2 schapen op stal te hebben. En een grote zak met zaaigoed in je schuur. En een land wat je kunt bezaaien en waar je je eigen voedsel op kunt verbouwen. Klinkt misschien heel erg raar en heel erg boers. Maar als je goud neemt, in de Tweede Wereldoorlog gingen de mensen op hongertochten naar de boeren toe. En die leverden een horloge, een gouden horloge leverden ze in voor 20 kilo graan. Wat ze dan op hun fiets mee naar Den Haag namen. Dus daar zie je dat er op die momenten dat er honger is, dan is er geen waarde.
dan kan het wel eens zijn dat jij voor die zakken gaan een ounce goud er moet inleggen. Of 5 ounce of misschien wel 500 gram. Want als jij honger hebt of dorst hebt in de woestijn en een fles water die kost 1 ounce of fine gold, dan ben je bereid om die te betalen. Ik zie het grote gevaar zie ik in systemen die kapot gaan, in de elektriciteit die uitvalt. Dat is een heel groot risico. Dat kan door een coronal mass explosion kan dat komen. Dus een zonne-explosie waardoor er een Carrington effect komt, waardoor de elektriciteit uitvalt. Dat kan ook door andere redenen zijn dat het gehackt wordt en uitvalt. En dan zit je met je bitcoins. Ja, je wallet, je telefoon werkt niet, elektriciteit, de supermarkten werken niet. De deuren gaan niet open, de kassensystemen werken niet, de benzinepompen werken niet, er werkt helemaal niets meer. De geldautomaten werken niet, er werkt helemaal niets. En dan? Denk jij nou werkelijk, hè, dat is ook dus mensen die prepper zijn. Hè? Bij mij in de buurt zijn er ook mensen die zijn prepper en die hebben een hele kelder vol en die hebben goud en bitcoins en wel alles en nog wat. En die denken, nou, mij gebeurt niks. Denk je nou werkelijk dat als Zuid Den Haag honger heeft, dat jij dan in Noord Den Haag de geuren van gebakken carbonades uit de afzuigkap van je keuken kan laten komen? dat die mensen dan buiten blijven staan en zeggen, ruik eens hoe goed ze het hier binnen hebben. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat begrijp je wel. Dus dan kan je ook wel een privéleger eromheen zetten om je huis te beschermen. Dus het is natuurlijk allemaal relatief. En daarom denk ik ook dat als je dat alleen op individuele basis bekijkt, ja, dat het gedoemd is om te mislukken. Dan moeten samenwerkingsverbanden komen tussen mensen. Nou, dus zeg maar kringen van 5 mensen, want ja, ook die worden geïnfiltreerd natuurlijk. Hè? Maar groepen van mensen, 5 mensen die elkaar heel goed kennen en heel goed vertrouwen. En dan zeg maar een soort cellensysteem bouwen van mensen. Want uiteindelijk, Duitse filosoof heeft dat al eens gezegd, eerst als fressen und dann die moraal. En goud, ja. Als je dat niet aanwezig hebt, ja, dat eten, dan geef je 1 kilo goud voor. De vraag is natuurlijk of het zo erg wordt. Hè? Heb je de cijfers van Daigle wel eens gezien, van die Amerikaanse wapenfabrikant? Nou, dat heet Daigle.com en dat is een bedrijf, een van de grootste wapenbrokers. En die hebben dus een heleboel informatie uit de Secret Service Community en dergelijke. En die hebben voorspeld dat er in Duitsland de bevolking van 84 miljoen, ik spreek even in mijn hoofd hoor, 83 miljoen naar 24 miljoen gaat. Ja, ja, die cijfers, die ken ik. Ja. In Italië van 66 naar 44 miljoen inwoners. In Nederland bleef het aardig gelijk volgens mij. Dat ging er 1 miljoen af, ja. Ja, ik ken die cijfers. Nou ja, ik hoef jou niet te vragen wat jij vindt van preppen en je voorbereiden. Oh nee, maar kijk, iedereen die heeft natuurlijk de neiging om ervoor te zorgen. Moet je voorstellen dat je op de 4e verdieping van een appartementencomplex zit, hè, waar beneden een hydrofoor zit die het water omhoog pompt. En de elektriciteit valt uit en je zit daar met z'n vieren in een flat en er komt geen water meer uit de kraan. Zie je al voor je hoe dat gaat met het toilet? Dat jij iedere dag 2 keer met een emmertje naar de sloten moet lopen om je toilet te kunnen doorspoelen. Dus dat is het grote gevaar. En dan heb je aan die bitcoins heb je ook niks meer. En heb ik te eten of zelfs je 2 koeien en je 2 schapen zijn dan niet meer veilig. Want als mensen honger hebben, dan gaan ze door roeien en ruiten. Ja. En snap je wat ik bedoel? Dus ik denk... Ik denk dat we dit gewoon met z'n allen moeten keren. Het is gekte. De mensen die zien dat het gekte is. Dan ga je me niet vertellen dat de Nederlanders ineens allemaal omgekeerd zijn en dat ze allemaal denken dat er geen verschil is tussen een man en een vrouw. Dat ga je me niet vertellen. Ze hebben het gewoon te ver doorgeduwd. Ja. Ze hebben het te ver doorgeduwd. Ik onderbreek je toch weer even. Hè? Want we zijn bijna 5 jaar onderweg. Vanaf 1 januari 2020 tot zeg maar einde van het jaar. 20, 21, 22, 23, 24, 5 jaar. Je ziet een bepaalde lijn van alles wat ze bereikt hebben in die tijd. Je weet ook Agenda 2030 waar ze naartoe gaan. Wat zie jij nou dan die afgelopen 5 jaar?
waarvan je zegt van hey, dat geeft mij moed, of dat geeft mij misschien toch inzicht dat ze het niet gaan redden. Het is toch alles, of je kijkt onteigening van boeren of die hele woke agenda. Het is toch op alle vlakken dat ze het uitrollen en dat er geen noemenswaardig protest is. En ik zou niet eens kunnen weten wat een noemenswaardig protest is om de tijd te keren. Moet je dan 100.000 mensen naar het Malieveld gaan? Is dat dan? Nee, dat is absoluut. Wat kun je dan doen? Je kunt toch ook helemaal niks doen? Het is toch eigenlijk gewoon eens, je staat erbij en je kijkt ernaar? Er zijn hele grote demonstraties in Nederland geweest. Er zijn hele grote boerendemonstraties in Nederland, maar ook in Brussel, et cetera, et cetera. Je hebt niets opgeleverd. Nou, dat weet ik niet of dat niks opgeleverd heeft. Dat heeft in ieder geval opgeleverd in een heleboel hoofden van mensen. Die mensen die zijn naar die demonstraties gegaan, al vanwege het feit dat ze het inzicht hebben dat hetgene wat ze verteld is, dat niet in overeenstemming met de waarheid is. Dat is punt 1. Nou, dan weet je dat. Het heeft politiek gezien opgeleverd, maar het heeft wel het inzicht opgeleverd dat het politiek niet meer te halen is. En je moet dat niet onderschatten hoeveel strijdbare militante groepen er in Nederland zijn. Ik denk dat je dat echt onderschat. Vandaag of morgen gaat er in Nederland hetzelfde gebeuren als wat er in Engeland er gebeurt. Ja, en dat is precies wat men wapens, wil. De wapens, ja, maar weet je, dat hele gebeuren, dat stoelt natuurlijk uiteindelijk op de marechaussee en op de MP en de politie, et cetera, et cetera. Maar die agenten die kunnen aan het eind van de maand kunnen ze ook de eindjes niet aan elkaar knopen. Die agenten die zien ook dat door het uitzetten van wolven zij niet meer met hun kinderen in een natuurgebied kunnen lopen. Die zien ook dat er van allerlei problemen zijn. Dat ze samen met hun echtgenoten fulltime werken en de eindjes niet aan elkaar te knopen zijn. Dus op een gegeven moment gaan die mensen natuurlijk, en die krijgen natuurlijk ook te zien van de resultaten van de jab dingen die er in Duitsland naar buiten gekomen zijn. Hoe denk je dat het voelt als je je moeder niet hebt kunnen begraven? Of als je die 3 maanden niet hebt kunnen bezoeken in een bejaardentehuis, terwijl ze helemaal aan je verbonden is? Hoeveel woede denk je dat er in Nederland is? Kijk, er zijn een heleboel mensen die... Er komt een aanleiding. En wat dat is, die zwarte zwaan, dat weet ik niet. Maar die aanleiding komt. En je moet niet vergeten hoeveel wapens er in Nederland zijn. Hoeveel wapens zijn er naar Oekraïne verstuurd die op het dark web terechtgekomen zijn? Er was een Finse meneer van de geheime dienst uit Finland die zei dat er bijna de helft van de wapens die erheen gingen, dat die op het dark web terecht zijn gekomen. Nou, daar zijn die misschien in Zuid-Amerika of in Afrika terechtgekomen, maar daar zijn er ook, ben ik van overtuigd, in Nederland. Dat zie je toch ook, explosies hier, explosies daar aanslagen, et cetera, et cetera. Dus ja, op een bepaald moment gaat men gewoon te ver. En dan is het in één keer ontplofte bom. Daar ben ik van overtuigd. En dan wordt het een absolute chaos. En dat zie je dus in Engeland nu gebeuren. Ja. Waarbij dat in feite natuurlijk ook in de lijn lag van wat er moest gebeuren voor die great reset en voor die controlestaat. Waarbij de regering nu zegt, we gaan met lockdowns werken, vergelijkbaar als in de coronatijd, om die mensen binnen te houden, om dat geweld te smoren. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk verdeel en heers. Hè? Dus de macht blijft zitten in de zetels van de macht, zolang zwarte tegen blanke vechten, of vrouwen tegen mannen vechten, of LBTG tegen et cetera, et cetera. Kijk, in Amerika of in Engeland, daar wonen heel veel moslims. En die moslims die zijn natuurlijk des duivels dat Engeland maar steeds steun blijft geven aan het koloniale project Israël. Die zijn daar des duivels over. En die protesteren met de Palestijnse vlag. En die worden dan door de Britse politie worden ze in elkaar getimmerd. En dat is in Duitsland is dat trouwens ook. En je begrijpt het gewoon niet. Er staan mensen die staan met een vlag. Staan ze te demonstreren. En dan komen er van die sportschooltypes met een helm op. Die komen daar naartoe. En die rammen er bovenop. En dan denk je bij jezelf. Nou, de SA is terug kennelijk in Duitsland. Goed, die kruik die gaat net zo lang te water totdat die barst. En ik denk ook dat dat de reden is, hè, dat in het verschiet ligt, dat wij nu de minister-president hebben die we hebben. Ik denk dat men dat een soort voorbereiding is op grote, grootschalige rellen en ook op oorlog. Want ja, door het handelen van mensen als meneer Brekelmans en Rutte is Nederland gewoon een doelgebied geworden. Hè. En Poetin heeft al gezegd, let wel in die kleine landjes met die hele dense bevolkingen daar in het westen.
Pas op. Goed. Ik denk als we het allemaal zo een beetje in kaart brengen, dat, althans, ik begrijp heel goed dat mensen daarom het land verlaten. Wat vind jij, heel ander, je bent fiscalist, hè? Wat vind jij van de huidige belastingwetgeving in Nederland, maar ook van een naderende exit tax die men wil gaan introduceren vanaf volgend jaar? Ja, daar deugt natuurlijk geen donder van. En dat zie je als je de geschiedenis van de belastingen bekijkt, dan zie je dat er na iedere oorlog de belastingen omhoog gaan en de nieuwe belastingen ingevoerd worden. En een ander fenomeen wat je daarin ziet, is dat eenmaal ingevoerde belastingen bijna nooit meer afgeschaft worden. Ik kan mezelf herinneren dat er één belasting is afgeschaft, dat is de kapitaalbelasting. Maar verder afschaffing van belastingen, er komt alleen maar bij. En dat hoort ook in dat systeem. You will owe nothing. You will owe nothing. Dus men gaat met allerlei, het is plan. Dus men gaat met een vriendelijk gezicht onder democratische toegepaste wetten, gaat men net zover dat je volledig uitgekleed bent. Ja, volledig uitgekleed. Er moet nu in Europa moet er een vermogensregister komen. Men wil tot de laatste schilderij wat je aan de muur hebt, of de laatste vulpennenset die antiek is, die je geërfd hebt, wil men weten wat jij bezit. En dan gaan ze dat misschien allemaal tokeniseren. Ze willen de bomen tokeniseren, ze willen rivieren tokeniseren, et cetera. Om het allemaal, het is gewoon een soort verderfelijke vercommercialisering die men wil. Maar men wil ook weten wat je hebt, zodat ze het je kunnen afpakken. Dus in die zin vergelijk ik hetgene wat er nu met dat vermogensregister gebeurt, vergelijk ik met de Lirobank. Dat is de Lipman-Rosenthal-bank. Dat is een nazi-bank in Amsterdam die daarvoor bedoeld was om onder de vlag van een Joodse bank te zijn, de Joden van hun geld af te helpen. En zo zie ik het initiatief tot het vermogensregister, zie ik dat ook. En die vertrekkentax, ja, moet je voorstellen. We hebben één belangrijk fiscaal beginsel en dat is het woonplaatsbeginsel. Dat betekent dat je belast bent voor je hele wereldinkomen op de plaats waar het centrum van jouw sociale leven ligt. En daar wil Nederland nu even grip op krijgen. Ja, hoe zie je dat? Kan dat zomaar? Kan dat zomaar eenzijdig? Volgens mij kan dat niet. Het is hetzelfde als met de box 3. Als je een fictief rendement gaat heffen en dat het werkelijke rendement is lager als het fictieve rendement, dan ben je niet bezig met belastingheffing, maar met onteigening. En dat is ook het argument geweest waarop die mensen die daar tegen geprotesteerd hebben een gelijke gekregen hebben. Dat is gewoon onteigening. En hier is het zo, ja, er zijn allerlei verdragen. Dus Nederland heeft, denk ik, de meeste belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten van alle landen in de wereld. En daar staan regelingen in. Dus dat betekent dat al die regelingen van het woonplaatsbeginsel, die moeten veranderd worden. Want ja, als iemand met een inkomen naar Spanje verhuist, dan wil Spanje natuurlijk heffen en niet geconfronteerd worden met Nederland die er nog even ook over wil heffen. En hoe gaat dat dan? Gaan we dan dubbel heffen? Ja, het is bizar maar wat dat er zijn gebeurt. Allemaal, weet je, het is gewoon de citroen die verder uitgeknepen wordt. We zitten, als je kijkt hoe de tarieven in Nederland zijn voor wat betreft de inkomstenbelasting en de loonbelasting, Dat zijn overigens de twee poten waar de openbare huishouding op staat. De loonbelasting en de omzetbelasting. De rest is eigenlijk peanuts als je het in grootte bekijkt. Dat heb je betaald. Dan zit je al heel snel zit je in een 40% tarief. Nou, en dan vervolgens dan begint het. BTW, BPM, onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, parkeerbelasting, verwijderingsbijdrage. Noem het allemaal maar op. En als je dat allemaal optelt, dan kom je over de 60%. Dus dat betekent als een Nederlander gaat werken op 1 januari, dat hij ergens in juli, half juli, begin augustus, gaat hij werken voor zijn eigen portemonnee. Ja, dat is natuurlijk een volslagen waanzin. Daar hoef je geen libertariër voor te zijn. Dat is gewoon volslagen waanzin. En dan gaan we geld rondpompen via toeslagen, et cetera. Nou, je hebt gezien wat voor een debakel dat is. Ik heb daar van begin af aan al tegen geprotesteerd. Je kunt mensen niet geld in handen, gewone mensen geld in handen geven. En dan doordat hun omstandigheden wijzigen, later, 2 jaar later, denken dat die mensen dat geld terug kunnen betalen. Dus dat brengt een heleboel mensen brengt dat gewoon in financiële problemen. Dat is ook overigens met de verkeersboetes. Ja, een riempje van je helm niet vast, €130.
Als er zoiets gebeurt in een gezin en daar komen 5 boetes achter elkaar, dan is zo'n gezin gewoon in financiële problemen gebracht. En als er dan nog een paar kleine privéschulden bijkomen, en dat komt bij incassobureaus. De banken die willen natuurlijk netjes schone handen houden. Dus die verkopen die vorderingen voor 30-40% aan een soort cowboy incassobureaus. En die gaan dat dan proberen te incasseren voor 60-70%. En die gooien er allerlei rente en weet ik wat gooien ze er bovenop. Nou, dat mensen die hebben een paar honderd euro schuld en dat worden duizenden euro's. En die komen er gewoon niet meer uit. Dus ik heb zelf ook in een sociale praktijk, en ik heb er ook altijd een kleine sociale praktijk op nagehouden, mensen gesaneerd, die kwamen 5000 euro tekort. En die werden uit hun huis gezet. Een huis van 2-3 ton. Nou, wij leenden dan 5000 euro. En die betreffende persoon die mocht dat gewoon in 36 termijnen terugbetalen. Geen centje pijn. Maar als het aan de bank gelegen had, was die persoon gewoon uit huis gezet. Nou, je weet je wat voor een consequenties dat in een gezin heeft. Maar ook hoe zo'n familie radicaliseert. Politiek radicaliseert. Want ja, die denken van, het zit me even tegen en je zet me gewoon uit mijn huis. Dan heb ik het nog niet over de nieuwe clausules waarin de banken tegen een getaxeerd bedrag de huizen gewoon kunnen overnemen voor het getaxeerde bedrag. Dan hoeft het niet eens meer op een executieveiling te komen. Dus dan halen ze het gewoon even... Haal het gewoon even naar zich toe. Dus ik vind de belastingen veel te hoog. En ik denk ook dat dat ook een verkeerde gedachte is. En dat dat een macro-economische gedachte is. Ik denk dat je dat vanuit de micro-kanten moet bekijken. Dus ik denk dat er bij wetgevingsvorming dat daar micro-economen of micro-economen bij moeten komen. Die gaan kijken van hoe gaan mensen ontwijken. Hoe gaan mensen ontgaan. Wie kan er ontgaan, et cetera, et cetera. En ik denk als het belastingtarief fundamenteel naar beneden gaat, dat er een zucht van verlichting over Nederland gaat. En dat gewoon een enorme stimulans voor de economie is. En dat er dan vanzelf, weet je, dus dat moet een keer... Maar goed, we weten allebei dat het utopisch is en dat dat niet de bedoeling is van de machthebbers om het beter te maken. De bedoeling is natuurlijk ook om het allemaal... In een glijdende zaal minder te worden. Wij hebben bij VEB heel veel vragen van ondernemers die inderdaad willen weten wat ze moeten doen, hoe ze moeten investeren, de structuur, de BV in het buitenland. We zijn nu bezig om een online masterclass te maken. Die komt eind augustus, begin september uit van 3 uur. Waarin we precies gaan uitleggen hoe ondernemers kunnen vertrekken en investeren zonder af te rekenen met de fiscus. Dat doe je met de structuur. Nou, ik heb die codingstructuur achter me staan. Om vanuit de holding via dochtervennootschappen dat geld te investeren. Als je de BV maar gewoon in Nederland laat. Kan je in principe zelf overal naartoe. En kan je het geld ook investeren. Hè? Dus de online cursus vertrekken en investeren. Zonder af te rekenen. Die kan men eind augustus, september dan aanvragen. Via de website. Ja. En ik heb ook plan BV hier op kantoor. Dat doe ik samen met Jan-Jaap Geuzenbroek. Ja. Nou ja, we kunnen 15 mensen kwijt per sessie. Ik heb nu gezegd, we doen op 1 dag 2 sessies. Van 2-3 uur. Waarin we mensen helemaal uitleggen hoe die structuren werken. Hoe holdingstructuren werken in het buitenland. Jan-Jaap is gespecialiseerd in het oprichten van buitenlandse vennootschappen. Van SL's ook, in Spanje. Dus het leeft heel erg. En met name dus ook die naderende exit... Heffing, immigratiebelasting. Dat willen ze per 1 januari 2025 willen ze dat invoeren. Ja. Dus dat is aan het eind van ik zit jaar. Ook weer bij Business Class na Prinsjesdag om de miljoenennota met Harry Mens te bespreken. Ja. En dit is een onderwerp wat ik ook ter tafel zal brengen. En de plannen die er natuurlijk zijn. Er is een tijdje geleden een plan gelanceerd waarin... DGA's die grotere rekening-couranten hebben dan 17.000 euro, dat die in box 2 even kunnen aftikken, hè? Over het meerdere, dat het als dividend aangemerkt wordt. Dat is nu 5 ton. Ik weet het, maar in het plan van de regering stond dat die 5 ton naar 17.000 euro ging. Dus het DGA'tje dat moet hangen, dat...
En als je dan ook nog een heteroseksuele, blanke DGA bent, ja, dan ben je helemaal het schuim der aarde natuurlijk. Hè? Dus ja. Dan moet je zo snel mogelijk afgemaakt worden. Ja, maar dan zetten we gewoon een witte hoed. Peter, dan zetten we gewoon een witte hoed op en dan gaan we naar het buitenland. Maar weet je, onder het genootschap van de wakkere ondernemers. Ik praat niet alleen voor DGA's. Het is ook voor gewone mensen is het gewoon veel te veel. Het is gewoon veel te veel. En het wordt steeds meer. En het zit een gedachte achter. Denk nou eens even aan de Nederlandse spoorwegen. Daar wordt een D66-man die volstrekt ongekwalificeerd is tot CEO benoemd. Meneer Koolmees. Die heeft nog de ervaring, nog de opleiding om zo'n groot bedrijf te leiden. En de NS is een heel moeilijk bedrijf, omdat de NS een heel erg vakbondtechnisch georganiseerd bedrijf is. Nou, dat bedrijf dat loopt tegen enorme verliezen aan. En wat is natuurlijk de communistische gedachte, weet je wat we doen? We maken de treinkaartjes duurder. Nou, en dat gaat dus nu gebeuren. 11% duurdere treinkaartjes. Maar meneer Koolmees, die pakte per jaar een 500.000 voor zijn functie. En dat is dus een soort nomenclatura, noem ik dat, die in Nederland ontstaan is. Er is een soort cultuur van die 4%, hè, waar ik het over had. Dat zijn de trawanten die blijven elkaar de bal toespelen. Die zijn incompetent, maar die komen weer in een nieuwe functie en weer in een nieuwe functie, et cetera, et cetera. En ja, ik schrijf het steeds. Geen enkele zittende politicus gaat u bevrijden. Geen enkele. Ik ben zelf bezig geweest voor een Tweede Kamerzetel. Ik heb gezien aan wat voor voorwaarden en dingen ik moet voldoen. Ieder Kamerlid. Ja, je moet gewoon al 2 hondenriemen om je nek doen. Wil je Kamerlid worden? En dan moet je vervolgens een eed op de koning afleggen in plaats van op het Nederlandse volk of op de grondwet. Ja, weet je, dus dat gaat het, via de politiek gaat het gewoon niet veranderen. Peter, ik ga even naar het einde. We naderen het einde van de podcast. Ik heb een laatste vraag aan je. Hoe kunnen mensen zich in jouw ogen nu toch het beste voorbereiden op wat er komen gaat? Wat is jouw visie daarop? Ja, dan moet je dus eerst weten wat er komen gaat. Hè? Als er een elektromagnetische pulsbom boven Nederland afgegooid wordt, dan hebben we allemaal een blauwe pet. En dan werkt er geen enkel elektronisch apparaat meer. Dus ja, daar kan je niet op voorbereiden. En nogmaals, dat is gewoon een risico. Dat is een risico geworden. Althans, dat risico is groter geworden door het handelen van de Nederlandse regering met een F-16's en de pilotenopleidingen en wat je allemaal maar kunt bedenken. Dus dat is één. En twee, ja, uitval van de elektriciteit, netten overbelast. Je ziet het, het heeft het hele jaar geregend en de propagandamachine van mainstream media blijft zeggen dat we een drinkwatertekort hebben. Er zijn datacentren die gebruiken miljoenen kubieke meters water per jaar om hun servers te koelen. Dus moeten die niet eens een hoger tariefje krijgen in plaats van... Nee, maar oké, eventjes terug naar de vraag. Wat kunnen mensen doen om zich voor te bereiden? Ik denk dat het beste is om je voor te bereiden is je te bekeren tot God. En je intentie uit te spreken voor het goede. En dat daadwerkelijke te beleiden. En dat is mijn eigen ervaring. Dat bewerkt de verandering. En een groot godsvertrouwen te hebben. Want als je daadwerkelijk, of je nou moslim bent of christen. Als je een groot godsvertrouwen hebt, dan hoef je niet te leven in zorg, angst of vrees. Want God laat het werk van zijn handen niet verloren gaan. Dus ik denk dat het belangrijkste is om dat vertrouwen te hebben. En op het moment dat mensen met hun gedachtes ook, en dat is gewoon de kwantummechanica, met hun gedachtes bij het goede blijven, dan creëren ze daarmee de toekomst. En als we dus allemaal in oorlogssituaties gaan denken, dan creëren we... Je creëert de toekomst, hè? Je zegt het al. Ik heb vorige keer of 2 weken geleden de oproep gedaan ook voor mensen om mee te denken over zo'n oranje vrijstaat in Spanje. Nogmaals, ik ben daar alweer verder mee, een paar weken verder. Ik ben inmiddels in Spanje geweest. Ik heb inderdaad een stuk grond gezien van 100.000 vierkante meter. En...
dat is waar ik mijn gedachten mee bezig hou, om dat te manifesteren, om dat te realiseren en daar een mooie community neer te zetten. Je bent van harte welkom, Peter. Dus mocht je te zijn de tijd toch denken van, ik zoek toch iets anders. Je bent welkom. Heb jij nog iets? Ik vind Spanje een goede keuze, Pim. Ik vind het een goede keuze, ja. Omdat er toch veel, traditionele waarden nog gelden. En ik denk niet dat Spanje een land is wat heel snel tot het communisme over zal gaan. Dan noem ik dan maar even communisme, met het woke gebeuren en alles wat daarbij hoort. Ik denk dat dat in Spanje een relatief kleine kans maakt. Maar er zit natuurlijk ook een nadeel aan. Ik ben afgelopen week een weekje aan zee geweest in Zuid-Italië. Dat was dus echt vakantie. En daar was het toch wel heel erg warm. Dus daar moet je ook rekening mee houden. En als ik het heb over heel erg warm, dan praat ik tussen de 35 en de 40 graden. Ja, nou, ik ben dus, al zelf in het district Valencia geweest. Ja, dat is prachtig. Dat is prachtig. En dat is prachtig. Een autonome regio. Eigen taal. Je kunt een beetje als het Friesland van Spanje zien. Ja, ja. Daar heb je een stuk de Marina Alta. Ja, dat is gewoon heel mooi. Mooi klimaat. Ja, dat is, ik ben er een jaar geleden geweest voor mijn werk. En ik vind het een prachtige stad, een schone stad. Ik ben daar eerst door Milaan gereden en toen over Valencia. Het is werkelijk prachtig. Er loopt zo'n hele grote groene slang door die stad heen. Aan de randen van de rivier die er doorstroomt. Ik vind het werkelijk een fantastische stad. Dus, En wij sluiten altijd de podcast af. Met de tegenvraag. Heb jij nog een vraag die jij aan mij zou willen stellen? Wat is nou jouw drijfveer om dit soort podcasts te organiseren? Ja, nou die vraag die heb ik in een zekere zin al een keer eerder gekregen. Maar dat godsbesef waar jij het over hebt. Ik noem het dan het universum of de kosmos. En ik denk dat we eigenlijk allemaal over hetzelfde praten. Dat er een hogere macht is. Een hogere kracht. Die boven ons staat. En waar je op moet afstemmen. Waar je goed naar moet luisteren. En ik noem het dan mijn zielsmissie. Het feit dat je je gaven, je talenten ter beschikking moet stellen aan de wereld en aan de mensheid om je heen. Zo voel ik hem heel erg. En ik geloof dat dat ook in de Bijbel staat. Hè? In zekere zin dat je je talenten niet moet verspillen, maar dat je ze goed moet inzetten en goed moet gebruiken. Dus ik denk dat of je het nou vanuit het godsbesef of vanuit de spiritualiteit praat, ik denk dat we eigenlijk over hetzelfde praten. En zo zie ik het ook als mijn opdracht. En ik zeg altijd, ik ben in dienst van uitzendbureau het universum. En ik stem daar heel goed op af van wat moet ik doen en wat is mijn opdracht hier. Ja. En dat is waar ik dagelijks mee bezig ben. Dus in de hele breedte. Je hebt een innerlijke stem. Oh ja, zeker. Ja. En die wordt met het jaar wordt die krachtiger. Met het jaar wordt die krachtiger. Ja. En ik had een voorbeeld laatst. Ik vertelde tegen iemand. Ik kreeg een kaart. Die was verkeerd bezorgd bij mij. Die was eigenlijk voor de buren. Maar goed, ik had het niet in de gaten. Dus ik maak die brief open. Die envelop maak ik open. En ik zie gefeliciteerd met de geboorte van je zoontje. Ik denk, dat is niet voor mij. Dus ik zet die kaart met envelop op de kast bij de televisie. En ik denk, Peter, nog niet heel lang geleden zou ik hem gewoon in de brief, zou ik hem in de container hebben gegooid. Hè, van verkeerd bezorgd, zoek het maar uit. Maar die kaart die stond daar. En ik kon het niet. Ik kon niet anders dan die kaart gewoon door de brievenbus doen bij de buren. En er was geen andere optie. Er was geen andere optie. Die kaart die moest naar de buren toe. Dus en dat is een klein voorbeeld om aan te geven van, ik voelde heel sterk wat gedaan moest worden. En ik kon daar niet van afwijken. Nee,
Er was geen enkele mogelijkheid meer om die kaart in de prullenbak te gooien. En zo zie ik dat eigenlijk de hele dag door in allerlei kleine en grotere zaken afgestemd op, ja, ik noem dat de kosmos, het universum. Ik weet precies wat je bedoelt. Dat is ook een omslag die ik gemaakt heb. Ik moet afnemen, hij moet wassen. Dus het christenswezen in jezelf, dat moet zeg maar toenemen. En het christenswezen is een naam. De moslims hebben daar een andere benaming voor. Ik wil hier ook gebruik maken van de gelegenheid om alle Nederlandse moslimbroeders van harte geluk te wensen en die te begroeten. En te hopen dat de slachting van de moslims in en ook de christenen trouwens in Gaza, dat dat heel snel een eind zal nemen. En dat er heel snel onze politici gaan praten over vrede in plaats van over oorlog. Dat spreek ik hierbij nog extra uit. Nou, mooi. Ja, perfect. Peter, ik wil je hartelijk bedanken. Ik jou. Voor jouw wijze woorden, jouw gedachten, jouw inzichten. Volgende week gaan we praten met Marissa. En Marissa heeft zich toegelegd op het aankopen van huizen in Spanje. Ook in de Marina Alta. En Marissa zal je precies gaan uitleggen waar je op moet letten en wat de valkuilen zijn. Eigenlijk de do's, maar ook de don'ts. Dus heeft een aantal huizen, een aantal voorbeelden die zij presenteert en waarop ze aangeeft van, hey, op het eerste gezicht lijkt het een prachtig huis, maar als je even verder kijkt, dan zie je wat daar mis is of waar je naar had moeten kijken om het vooral niet te kopen. Dus erg interessant voor mensen die een tweede huis willen kopen, met name in Spanje. Kijk volgende week naar de podcast. Zal ik doen, dat beloof ik. Super. Nou, dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. En vergeet je ook niet te abonneren op de podcast De Gulden Middenweg van Peter. Veritas vos liberale. En Peter, dat staat voor? Dat staat de waarheid, voor? De waarheid zal u vrijmaken. Amen. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.